nacht te slapen in een hele leuke auberge. We hadden een korte, warme nacht. Vandaag hadden we een korte dag. Deze stad waar we nu zijn, slapen vannacht weer in een auberge. En onderweg komen we steeds meer pelgrims tegen. Hoe dichter we bij Santiago komen, hoe meer het wordt. En die groeten we met elkaar een goede reis. Het voelt een beetje als één grote familie, wat wel heel erg leuk is. Nou, het slapen in een auberge wordt steeds normaler. Het begint wel spannend, maar nou is het erg leuk. Morgen gaan we een grote berg beklimmen. Spannend. Tot morgen.